Stoomvaste. Stoomvaste Radio. The Sound of Music, hosted by Al Gouda. Goedendag luisteraars van Stoomvaste Radio en welkom bij de 8e aflevering van het programma The Sound of Music. Het programma waarin muziek wordt afgewisseld met hele mooie, boeiende en soms spannende interviews. Het thema van vanavond is Omroep X. En hiervoor gaan wij zo meteen in gesprek met Peggy Burke en Yvette Forster van Omroep X. Twee Jaja Uma die geruime tijd maatschappelijk zeer actief zijn in onder andere media en in de evenementenbranche. Wie of wat is Omroep X? Omroep X geeft Nederland dat extra setje waarmee we samen kampioen worden. X komt het gelijk niet halen, maar brengen wanneer we zeggen dat diversiteit een verrijking is voor Nederland. Omroep X vermenigvuldigt door te delen. Omroep X, jezelf zien, is gezien worden. Word nu lid van Omroep X. Nou, Omroep X, hier zijn ze dan luisteraars. Peggy Burke en Yvette Forster. Goedenavond, Peggy en Yvette. Goedenavond. Nou, het ging even wat scheef hier. Maar jullie zijn er gelukkig. Ja. Nou, hoe gaat het met jullie? Ja, goed. Ik hoor aan jullie enthousiasme dat het heel goed gaat. Ja hoor. Ik heb jullie vanavond uitgenodigd voor een telefonisch interview. Omdat ik het heel erg belangrijk vind, het initiatief die jullie met anderen hebben genomen om een landelijke tv-zender genaamd Omroep X in het leven te roepen. En blijkbaar worden er gaten hiermee gevuld waar wij eigenlijk ook al heel lang naar verlangen. Klopt het wat ik zeg? Ja, maar het is niet alleen tv, hè? Radio zit er ook bij, denk ik. Ja, radio, internet, content. Mm-hmm. Alles wat met de huidige digitalisering... Alles wat met media te maken heeft. Oké, nou daar komen we straks op. Ik begin bij jou, Peggy. Kun jij aan de luisteraar vertellen wie Peggy Burke is? Oeh, wie ben ik? Wat doet Peggy? Wie is Peggy? Op dit moment doe ik niet zoveel, hoor. Met corona. Uh-huh. Ik hoor mezelf steeds. Het is heel vervelend. Wacht, ik zet iets wat zachter. Hoor je jezelf niet beter? Ja, ik hoor mezelf nog steeds, maar het is oké. Wie ben ik? Ik ben Peggy Burke. Ik ben geboren in Paramaribo. Ja. Ik woon al bijna mijn hele leven in Amsterdam. En ik ben ook in deze stad 8 jaar lang lid van de Amsterdamse gemeenteraad geweest. Ik ben lid van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en de Jeugdbescherming. We zitten in het bestuur van Omroep X en vanuit... die hoedanigheid zit ik hier in jouw programma vandaag. Ja. Nou, mooi verhaal, Peggy. Ja. Ja, toch? Je bent gemeenteraadslid geweest. En hoe lang was dat? 8 jaar. 8 jaar? Kijk. Ja. En wat zijn je ervaringen daarmee geweest? Nou ja, die waren goed. Amsterdam is een hele interessante stad om in te besturen. Mm-hmm. Dus er gebeurt altijd wat en er is altijd wat te doen. En je kan ook echt iets betekenen voor mensen van Surinaamse afkomst. Maar natuurlijk voor alle Amsterdammers. Maar ja, met name voor mensen van Surinaamse afkomst. Omdat er heel veel daarvan wonen in Amsterdam. Ja, dat kun je al zeker stellen, ja. Ja. Nou, en je hebt wel het gevoel gehad dat je iets hebt kunnen bereiken. Absoluut. In deze functie? Ja, absoluut. Oké, wat zijn je hoogtepunten geweest? Ik heb wat hoogtepunten gehad op het gebied van de zorg. En een van de hoogtepunten die ik heb gehad is dat ik het Zwarte Pieten debat op een ander niveau heb weten te tillen. Ja? Welk niveau ik is heb dat? Ik heb het politiek kunnen maken. Oké. En dat was 8 jaar geleden al? Nou, dat was ongeveer in 2012, 2013. Toen werden Quincy Gario en anderen gearresteerd. En toen heb ik, ook hier in Amsterdam, en toen heb ik ze een bepaalde tip gegeven hoe ze het aan moeten pakken. Mm-hmm.
En dat zijn ze gaan doen. Oké. Okay. Nou, dat is toch wel een prestatie, moet ik zeggen. Want die discussie is toen blijven voortzwengelen. Tot de dag van vandaag. Heeft men het aan. Ja, het is geen makkelijke opgave. Men geeft niet zo snel op. Alhoewel ik nu al zie dat Zwarte Piet in een heleboel steden gewoon niet meer voorkomt. Sowieso met COVID denk ik dat de Sinterklaas-intocht niet door zal gaan. Ja, en ik denk dat het Black Lives Matters gebeuren rond de dood van die Amerikaan ook toch wel een aantal mensen hun ogen heeft geopend. Ja. Zelfs de politieke. Ik dacht dat onze president zelf daar nog ook een uitspraak over deed. De premier bedoel je? De premier bedoel ik, ja. Ja. Dus je hebt toch wel iets tot stand kunnen brengen die voortgezet is geworden. En laten we hopen dat dit heel snel de goede richting opgaat. Dat hopen we zeker. Nou, Peggy, alvast bedankt voor jouw voorstelronde. Dan ga ik even over naar Yvette. Oké. Hallo, Yvette. Hi, El. Hi. Welkom in het programma The Sound of Music bij Radio Standvaste. En we zijn ook ontzettend blij. Ik ben zeer vereerd dat ik de gast mag zijn. Nou, ik voel me ook vereerd. Want Yvette is ook al heel lang in de media bezig. Ook bij de publieke omroepen dacht ik ook gewerkt. Of dacht ik niet, weet ik zeker. Ja. Ja. En ook als presentatrice. Je hebt ook nog eens een show van ons gepresenteerd in Rotterdam. Oh, ja. Ja, we hebben je uit Amsterdam gehaald om naar Rotterdam te komen. Gebeurt niet makkelijk, hè? Nee. Nou, Yvette, kun je aan de luisteraars vertellen wie Yvette Forster is? Yvette Forster, geboren getogen in Amsterdam. Oké. Okay. En uit Surinaamse ouders uiteraard. Ja, ja. Even kijken. Ik heb heel lang in de media gewerkt, dat klopt. Ik heb bij Lobit gedaan, samen met Gilly Koster. Dat was in de jaren 88, dus dat is echt heel lang geleden. Ja, dat ken ik nog. Ik heb bij de Vara gewerkt, Shoes Unlimited gedaan. Ik heb BV De Wereld gedaan, uh-huh. bij de Tros. Ja. Ik heb ik heb ontzettend veel programma's gemaakt. Ook achter de schermen als eindredacteur. Ik heb bij AT5 heb ik gewerkt. En op een gegeven moment heb ik wanneer was het toen? In 2008 ben ik gevraagd om een plan te schrijven voor het Kitty Kottie Festival in Amsterdam. En daaruit is het huidige Kitty Kottie Festival ontstaan. En vervolgens heb ik met mijn partners hebben we het Kwakkelfestival in 2013 hebben we dat toen opgestart. De nieuwe versie van het Kwakkelfestival. En twee jaar daarna zijn we met Reggae Lake begonnen. Ja. Dat is een reggae festival in de Gaarse Plas. Dus ik ben nu eigenlijk voornamelijk bezig met evenementen. Oké. Okay. Nou, het hele mooie verleden van jou. Of verleden. Je bent er nog steeds mee bezig. Ik ben er nog steeds, alive and kicking, ja. Want het Kwaku Festival is internationaal. Heeft dat ook bekendheid gekregen? Nou ja, vooral voor de Surinamers en de Antillianen. Die vanuit die landen naar Nederland afreizen om het Kwaku Festival mee te maken. Ja, en om er ook nog even bij stil te staan, is Vincent Koud, helaas wijlend nu, overleden. Betrokken geweest. Ja, dat is heel. Wat zeg je? Is Winston Koud ook betrokken geweest bij het Kwaku Festival? Winston Koud is een van de grondleggers van het huidige grote Kwaku Festival. Ja. Maar hij was niet betrokken bij onze versie van het Kwaku Festival. Oh, okay. Maar ik ken hem vrij goed. Ik ken hem niet heel vrij goed, maar ik heb ook met hem samengewerkt. Uh-huh. Oké. Okay. En Kitty Kottie is want er zijn twee festivals. Je hebt de Kitty Kottie en je hebt het Kwaku Festival. Ja, Kitty Kottie is op 1 juli, is één dag. Ja. En dat vindt in het Oosterpark plaats. En dat heb ik, dat doe ik vanaf 2009. Ja. En het Kwaku Festival is niet een verlengstuk van Kitty Kottie? Nee, apart. Oké. Nee, ja, helder. Echt apart. Ja, helder. Bedankt, Yvette. Hetgeen waarvoor ik jullie heb uitgenodigd is natuurlijk Omroep X. Ja? Wie kan ik als eerste het woord geven? Wie wil de aftrap doen? Omroep X. Wie en wat is Omroep X? Nou, ik zou zeggen, laat de voorzitter, of tenminste het bestuurslid, het maar doen. Want ik werk mee aan Omroep X, uh-huh. Maar ik ben geen bestuurslid. Dus ik denk dat Peggy het beste
kan uitleggen wat het is als bestuurslid. Peggy, jij mag gaan vertellen wat Omroep X is. Nou, we zijn Omroep X gestart omdat we ons echt niet vertegenwoordigd hebben gezien op de Nederlandse publieke omroep. Mm-hmm. Als je naar de NPO kijkt, 1, 2 of 3, dan zie je dat zwarte mensen, of zwarte mensen, mensen van kleur, steeds op mogen draven wanneer er iets wordt, wanneer er weer een moskee, iets met moskeeën is, ja. Of wanneer er Black Lives Matter is, of wanneer het gaat om sport of om muziek. Ja. Maar echte vertegenwoordiging vind je niet. En daar praten we nu al een hele tijd over. En toen zei Yvette, Gilly en ik, we zijn begin dit jaar toen COVID uitbrak, zijn we met een late night show begonnen die we live via Facebook en YouTube uitzenden. En toen hebben we bedacht, weet je, we hebben zoveel kijkers en het ging zo goed, omdat iedereen een beetje moe was van dezelfde gezichten steeds te zien op tv. Ja. Dat we eigenlijk hebben gezegd van nu moeten we gewoon even doorpakken. En onder welke naam was deze streaming of uitzending? We noemen het TOP, The Late Night, The Ordinary People Show. The Ordinary People Show, oké. Okay. Ja, TOP. T-O-P. En dat doen we op, deden we op Hops TV. Tegenwoordig doen we het op Omroep X TV. Mm-hmm. En Hops TV is iets dat Gilly al een tijdje geleden had opgezet. Dat betekent hard op zwart. En nou ja, van het een kwam het ander. En toen zijn we... Ze hebben een omroep opgezet, een vereniging opgezet. Ja. En we zijn nu dus eigenlijk een aspirant omroep die op 1 januari 2021, dus al heel snel, over 2 maanden, moeten we 50.000 betalende leden hebben. En als we dat voor elkaar krijgen, dan hebben we kans om toegelaten te worden tot het Nederlandse publieke bestel. En dat publieke bestel is interessant omdat dat wordt gefinancierd met belastinggeld. Mm-hmm. Dat we allemaal betalen, ongeacht onze kleur. En daarom vinden wij dat wij ook recht maken om onze kleur met dat belastinggeld wat vaker op tv en in de rest van de media te zien. En des te meer ook nog veel meer reden om je aan te sluiten bij deze omroep, zal ik zeggen. Absoluut. Als het vanuit belastinggeld wordt betaald, nou, dan mag ik toch ook zelf bepalen welke omroep ik graag zou willen hebben. Juist. Of naar willen kijken. Ja. Juist. En we praten er nu al een tijdje over. En wat ons opvalt is dat er zoveel migranten wonen in Nederland. En dat 50.000 leden, die zou je eigenlijk zo moeten hebben. Want ik bedoel, wat vragen we? €5,72. Voor een jaar. Dat is niet veel. Dat is niet. Nee. En dat is het enige wat we vragen. Dat mensen lid worden voor €5,72. Mm-hmm. Zodat wij op 1 januari van het volgend jaar die 50.000 leden kunnen hebben. En we eventueel toegelaten kunnen worden tot dat bestel. Oké. Okay. Dus als je de 50.000 leden haalt. En je zei daarnet. Is er een kans om toegelaten te worden. Dus er is ook een kans om uitgesloten te worden. Vertel. Dat is er altijd. Alleen... Waar is dat van afhankelijk? Dat is afhankelijk van de plannen die je indient. Mm-hmm. De samenwerkingen die je aan kunt gaan met eventueel andere omroepen. Hè? Je moet een samenwerkingsverband aangaan. Ja. Zoals je ziet dat BNN met de VARA. Wij zijn... De VPRO met Human. Mm-hmm. Wij zijn ook in gesprek met de VPRO en met de NTR over eventuele samenwerking. En dan moet de minister en zijn adviseur, die moeten gewoon zien van, nou, deze omroep, daar geloven we in. Dus die gaan we een kans geven om het bestel in te komen. Ja. Maar feit is dat zonder die 50.000 betalende leden heb je die kans niet. Nee, Peggy, dan ga ik je nu de kans geven
om een heel sterk verhaal te vertellen nu aan onze luisteraars, waar terwijl ze zich ook mogen bevinden, waarom zij lid moeten worden van Omroep X. Nou ja, sterker dan wat ik net heb verteld, kan ik het al bijna niet meer maken. Want waar het om gaat, is dat als je niet gezien wordt, word je niet gezien. Dus als je alleen maar gezien wordt wanneer witte mensen het noodzakelijk vinden om een zwarte aan tafel te hebben, die gaat vertellen over racisme of gaat vertellen over sport of over muziek. Mag ik even onderbreken, Peggy, waarom ik dat doe? Je haalt het woord zwart aan om misverstand te voorkomen. Omroep X is geen landelijk station voor zwarte alleen maar. Zeg nee, natuurlijk goed? Niet. Natuurlijk niet. Dat kan je ook niet in Nederland. Maar wat je wel, we leven in Nederland wel in een maatschappij die heel kleurrijk is. Ja. En als ik nu naar de televisie kijk, zie ik alleen maar wit. Ja. Dus wij zullen er toch echt wel, wij brengen dat kleurrijke mee. We gaan niet iets halen daar, we gaan iets brengen. Ja. Dus de verschillende bevolkingsgroepen kunnen zich daarin ook wel weer terugvinden. Wat jullie absoluut van plan zijn te doen. Ja. Absoluut. En waar staat de X voor? Nou, misschien kan Yvette dat vertellen. Oh, ja, Yvette. Ben je er, Yvette? Ja, nee, ik ben er nog steeds. Kijk, nou ja, zoals het altijd is met een naam. Op een gegeven moment moet je gaan zitten peinzen en piekeren van welke naam geven aan onze omroep. En je kan het omroep A noemen, je kan het omroep B noemen, mm-hmm. Je kan een ludieke naam verzinnen. Ja. Maar ik bedoel, op een gegeven moment is het what's in the name. En omroep X leek ons heel toepasselijk om al die dingen die we ook noemen. Ja. Weet je? Je deelt door eerst te vermenigvuldigen. Door te delen vermenigvuldig je. Mm-hmm. Het is de eerste handtekening. Het is dus allerlei aspecten die je op een ludieke manier proberen aan te halen. Om te zeggen van het is omroep X. Maar in principe komt het erop neer dat het veelomvattend is. In de zin van dat wij die diversiteit gaan brengen. En die diversiteit is best veelomvattend. Ja. Wat Peggy ook al zei, dat het niet per se alleen maar zwart is. Het is een diverse. Wij geven een divers beeld, zoals we dat ook op de straten in Nederland zien. Nou, dat vind ik heel mooi om te horen, Yvette. Waarom ik dat zeg, ik heb ook naar een interview gekeken met Gilly Koster, die ook onder andere hierbij betrokken is. En het werd naar één kant getrokken dat het over een zwarte omroep gaat en hebben zwarte al niet genoeg, Black Lives Matter, Zwarte Piet discussie, noem maar op. Ik zat me een beetje wel te ergeren, omdat het maar één kant geduwd werd. Dat was ook niet de bedoeling van Gilly. Vandaar dat ik expliciet vroeg waar Omroep X voor staat. Nou ja, kijk, weet je, niemand vraagt mensen als ze een omroep beginnen die volkomen wit is. En die mondjesmaat zwarte mensen toelaat waarom ze zo wit zijn. Mm-hmm. Weet je, en als wij er op een of andere manier kleur in proberen te brengen, dan is dat de issue die men meteen naar boven haalt. Het is ons niet te doen om mensen uit te sluiten. Het is ons juist te doen om inclusief te zijn. En als je inclusief bent, dan breng je ieder mens op een normale manier op televisie. En niet alleen wanneer er stront aan de knikker is. Dus op wanneer er een zwarte muzikant dood is. Ja, of, nee, klopt. Weet je, dus dan breng je mensen op allerlei manieren. Laat je ze aan het woord over allerlei zaken die ons aangaan in de samenleving. Ja, ja, ja. Nee, klopt. Daar heb je groot gelijk in. En de witte man die achter de microfoon zit, die heeft zijn eigen beleving. En op basis daarvan stelt hij ook de vragen. Dus nu kan het vanuit de andere hoek gezien worden en vragen over gesteld worden, denk ik. Jazeker. Ja. Yvette, wat is jouw rol? Stel, de Omroep X komt tot stand. Wat wordt jouw rol bij deze zender? Ik draag natuurlijk een ontzettend warm hart toe. Bedoel, toen wij begonnen ooit in 1988... met bij Lobis was dat eigenlijk precies dezelfde visie waarmee we nu Omroep X gestart zijn. En mijn rol zal zijn dat ik ga meedenken om Omroep X vorm te geven. Ik zit niet in het bestuur, maar ik denk wel mee. Ik ben wel betrokken, heel erg nauw betrokken bij het op poten zetten van Omroep X. Ja. Ik zal nadenken over programma's, ik zal nadenken over de mensen die zouden moeten komen werken. Weet je? Dus op die manier zal ik mijn steentje bijdragen. Oké, je zal niet zelf presenteren of een programma maken waar jij zelf... Nou, ik hoop dat wij genoeg mensen kunnen vinden, jongere mensen, om die ook aan het presenteren te krijgen. Want dat vind ik dus ook een taak van ons. Kijk, het presenteren leer je alleen maar door het te doen. Klopt. En
op een gegeven moment zeggen mensen van bij de omroepen, dat heb ik heel vaak gehoord, ja, we kunnen ze niet vinden. Nou, je kan ze niet vinden omdat je ze ook nooit een kans geeft om te groeien. Ja, geen enkele presentator is als hij begint op het niveau waar hij na 10 jaar is. Dat heeft hij gaandeweg heeft hij dat geleerd. En Eva Jinek, die ik zelf heel geweldig vind, die was in het begin ook niet zo goed. Of ja, je noemt ze allemaal maar op. Ik bedoel, die zijn allemaal zijn ze gegroeid. Hè, die hebben een kans gekregen, een klein programmaatje, een groter programmaatje, meerdere programma's. En daarin groeiden ze. En dat moeten wij met zwarte presentatoren ook doen. Wij moeten ze de kans geven om het vak te leren. Ik vind het heel mooi dat je dat zegt, Yvette. Ik zal niet zeggen dat je het stokje overdraagt, maar je bent met de toekomst bezig om te kijken naar talentvolle jongeren. En niet dat je jezelf direct op de voorgrond zet van ik ga zo'n programma presenteren of ik ga dit doen of ik ga dat doen. Ja, maar we doen dit ook niet voor onszelf, hè, Al. Nee, dat snap ik. Dat snap ik heel goed. We doen dit niet voor onszelf. We hopen gewoon dat onze kinderen gewoon een andere zichzelf op de televisie wel terug kunnen zien. Ja. Nee, maar daarom vind ik het ontzettend mooi dat Yvette dat zo brengt, dat ze op zoek is naar nieuw talent en jongeren die het vak door het te doen sneller kunnen leren. Dus daarom vind ik het heel mooi, omdat jullie al heel veel ervaring hebben in de media en toch het stokje willen doorgeven aan jongeren om deze zender een gezicht te geven. Ja, kijk, weet je wat, het is een zender voor het Nederlands publiek. Hè? Dat betekent dat je witte mensen ook moet laten wennen aan zwarte gezichten en aan de manier van waarop zwarte mensen praten. Ja, weet je wel? Pas dan kan je een diverse samenleving zijn. Dat je geen exoot bent of exemplarisch bent of alleen opgevoerd wordt wanneer er weer iets met Bouters in Suriname en dan komt de Suriname praten. Ja. Weet je moet onderdeel zijn van die samenleving. En die samenleving moet ook gewend raken aan jou en aan, weet je, aan de, onze gezichten en onze manier van denken. En een diverse invalshoeken hebben met betrekking tot de items die aangedragen worden. Mm-hmm. Want weet je, ik bedoel, als ik soms kijk naar hoe ze dingen verslaan over Afrika of over Suriname, dan denk ik, ja, je kijkt vanuit je witte, ja, soms zelfs koloniale blik naar bepaalde landen. Ja. En dat moet anders. Ja. Ja. Daar heb je groot gelijk in. Kijk, er zijn heel veel problemen met de jeugd, zelf ook met de witte jeugd. Het is niet iets alleen maar van migranten, maar ook de witte jeugd die is soms van God los, even zo gezegd. En ik denk dat zo'n station waar migranten, jongeren zich hiermee kunnen identificeren en heel veel kennis kunnen opdoen, toch wel een bijdrage kan leveren aan een bepaalde problematiek rond de jongeren. Ja, en het hoeft niet alleen problematiek te zijn, hè. Juist niet, want we hebben al genoeg zendtijd voor over problemen. Maar het moet ook zijn, de cultuur, de manier waarop je denkt over bepaalde situaties in een samenleving, de manier waarop je denkt over wetenschap of over hoe die samenleving vorm moet krijgen. Weet je, dat zijn ook allemaal items waar wij over nadenken. Ja. Kun je mij even aangeven, Peggy of Yvette, wat ik kan verwachten als het om programma's gaat? Kun je schets daarvan geven? Nou, ja, weet je, kijk, dat kan je op dit moment natuurlijk niet zeggen, omdat je natuurlijk, we hebben die status nog niet. Maar waar het over gaat, is dat je dat je moet denken aan alle programma's die je op de televisie al ziet. Het zijn talkshows, het zijn documentaires. Het zijn muziekprogramma's. Ik bedoel, kijk, als je het hebt over muziek, hè? Ja. De muziek die wij, dus en dan heb ik het over mensen met een diverse achtergrond, die maken of naar luisteren of leuk vinden, die zie je nauwelijks terug. Weet je, je hebt geen salsa, je hebt geen reggaeton, je hebt geen afrobeat, klopt. Je hebt geen reggae. Weet je, al die muziekstijlen, die komen nauwelijks aan bod op de radio of in televisieprogramma's. Het is allemaal heel mainstream, bijna witte pop. Ja, daar heb je een heel goed punt, ja. Ja, klopt. Ja, maar sterker nog, zo, de jongens zoals de jeugd van tegenwoordig, die heel veel streams hebben op het internet, die zie je nooit op tv. Ik zal je vertellen, ik krijg ieder jaar een uitnodiging van, weet het, van Sena voor een of andere prijs. En er waren een aantal genomineerd, maar die hebben niet gewonnen. En die zijn ook niet verschenen. En dat vond ik een hele mooie statement. Want als ik naar de kandidaten keek en de reputatie van deze jongeren uit de migrantengroep, dan zeg ik, dit is toch niet op een correcte manier verlopen.
Nou ja, het is natuurlijk ook wat de boer niet kent, dat lust hij niet. De mensen die dat bepalen zijn allemaal witte mensen met een bepaalde smaak. Ja. En dat moet veranderen. Maar je kan het alleen maar veranderen als die mensen, als je dat ook aanbiedt. Weet je, als dat aanbod er ook niet is voor die mensen, dan kunnen ze ook die keuzes niet maken. Ja. Dus ik denk dat iets als Omroep X gaat programma's brengen waar die muziek wel aan bod komt. Die gaat gezichtsvelden brengen die, die onze ideeën wel vertegenwoordigen. Mm-hmm. Die op een andere manier kijken naar de samenleving dan witte mensen van 45 uit... Niet uit de Randstad, maar misschien uit de dorpen. Ja. En is er in jullie programmering ook een programma, of wordt er ook een programma voorbereid waarvan jullie zeggen, hey, dit is een knaller? Nee, daar zijn we nog niet. Daar zijn we nog nee, lang. Zover zijn we nog niet. Nee, want vaak heb je, als je zo'n idee hebt, heb je soms een raamwerk van een aantal items die je in je programmering wil opnemen. Maar vaak heb je ook een echte knaller, waarvan je zegt, hey, dit wordt een knaller. Ja, maar een knaller kan je nooit voorspellen, hè? Want als je dat zou kunnen, dan was je nu multimiljonair. Een knaller kan je nooit voorspellen. Het publiek is grillig. Nee, dat klopt. Dat hangt van het publiek af. Maar voor het team zelf, van, is net als wanneer een zanger of een artiest een compositie schrijft met verschillende nummers en zegt van, hey, dit vind ik een topnummer. Ja, maar dan nog, hè? Nee, dan nog moet je dan afwachten. Moet je toch wel even afwachten. Ja, meestal, de dingen die je maakt, vind je altijd wel, tenminste als het goed is, sta je daar meestal wel achter. Ja. Maar ja, hoe het valt bij het publiek, dat is een grote gok. We zijn ermee bezig om een soort van palet samen te stellen van programma's die we zouden willen maken. En hoe die dan eruit zouden moeten zien. Maar dat duurt nog wel een tijdje. Ja, ik kan me voorstellen. Want, maar waar het om gaat, is dat wij programma's maken vanuit een zwart perspectief. En dan bedoel ik dat niet letterlijk zwart als zijnde van alleen mensen met een zwarte huidskleur die zouden die programma's kunnen maken en kunnen bekijken. Maar gewoon vanuit een state of mind waarin je verkeert. En dat je met een diverse blik kijkt naar de samenleving en vanuit die mindset programma's maakt. Ja, heel mooi. Yvette, we blijven nog even bij de programma's. Nederland heeft heel veel verschillende culturen, bevolkingsgroepen. Hoe hebben jullie gedacht al deze culturen te kunnen bedienen? Waardoor ze zich kunnen identificeren. Hoe gaan jullie daarmee aan de slag? Ja, maar ik denk niet dat je een soort van lappendeken moet maken van wij gaan een programma voor de Turken, een programma voor de Marokkanen, een programma voor de Surinamers. Ik denk dat je moet denken in termen van hoe leven wij in Nederland met elkaar? En hoe houden we rekeningen met al die verschillende referentiekaders van mensen? En van daaruit moet je denken dat je mensen, dat je verschillende mensen aan bod moet laten komen op hun manier. Maar je kan nooit iedereen tevreden stellen. En je kan nooit voor alle mensen een apart programma maken. Weet je, je moet op zoek gaan naar een soort algemene deler die je hebt als mensen die hier in dit land wonen. Zeker. En die op een diverse, die met een diverse blik kijken naar de samenleving. Ja. Want dat lijkt me gewoon niet te doen om voor programma's voor Turken en programma's voor Marokkanen en programma's voor Suriname te maken. Nee, dat verwacht ik ook niet. Je moet op een gegeven moment denken van, ja, we zijn hier in dit land als Nederlanders, maar we hebben wel we komen wel met een soort van bagage en die mag wel doorklinken in wat wij maken. Ja, zeker. Ja. Nee, maar ik stelde die vraag om nog meer duidelijkheid te geven aan de luisteraars. Net wat ik zei in het interview van Gili, probeerde de interviewer het veel meer te richten op het zwarte. En dan haalde als voorbeeld Zwarte Piet, Black Lives Matter, weet je, dus dat imago wilde ik even oppoetsen. Dat het niet om zwart alleen gaat, maar om de verschillende culturen hier, waar jullie programma's voor maken. Als je kijkt naar de jeugd, de manier waarop de jeugd met elkaar omgaat, dat is super divers. Als ik kijk naar mijn kinderen, de vrienden die zij hebben, die komen van overal vandaan. Ja. Maar zij maken daar geen onderscheid, weet je wel. Het zijn, toevallig wonen we in Amsterdam, het zijn Amsterdammers. Ja. En die hebben een bepaalde cultuur gecreëerd. En daarin komen allerlei aspecten van hun eigen cultuur ook tot uitdrukking. Ja, klopt. Dat zie ik ook bij mijn dochter. Ik zeg, je hebt een Verenigde Naties.
Dus, zo moet het ook zijn, ja. Uiteindelijk. Peggy, dan kom ik weer even bij jou terug. Jij bent nu voorzitter. Zijn er nog ik ben geen voorzitter. Ik ben secretaris. Ook secretaris ben jij. Oké. Okay. En wie is dan de voorzitter hiervan? De voorzitter is Vincent Soekrank. Zit er nog meer in het bestuur? Ja, we hebben als penningmeester hebben we Lloyd Mijan. Ja. En we hebben Yasmina Haifi. Dat is een mevrouw van Marokkaans-Nederlandse afkomst uit Den Haag. Ja. En we hebben Ivolende Nobrega. Zij is Arubaanse. En dat is ons bestuur. Nou, jullie horen het, luisteraars. Ze zijn reeds begonnen met het vormen van X. Want het bestuur is zeer divers. Dus het gaat niet alleen maar om zwart, maar het gaat om de diverse culturen. Om daarvan één landelijke zender te maken waar iedereen zich of kan herkennen. Zeg ik het nou, goed? Nou, we hebben jullie ook nog een hele mooie... hoe noem je dat? Definitie van het zwart zijn. Kijk, als je in de politiek je heel erg veel bezighoudt met duurzaamheid, dan ben je een groene partij. Mm-hmm. Als je heel liberaal bent, zoals de VVD, dan ben je blauw. Ja. Als je een beetje socialistisch bent, zoals de Partij van de Arbeid, dan ben je rood. Rood. Of de SP is ook rood. Mm-hmm. Nou, zo mensen die zich bezighouden, als je je politiek bezighoudt met diversiteit en ook echt inclusief wil zijn, dan ben je zwart. Ja, heel mooi gezegd. Ja, de boodschap is duidelijk. Ja. En Peggy, naast secretaris, wat wordt jouw rol als deze zender tot stand komt? Nou, ik hoop dat ik hoor Yvette lachen. Wat zegt Yvette? Ik hoor Yvette lachen. Yvette? Nee, ze blijft bestuurslid. Ze blijft bestuurslid. Oké. Okay. Ik blijf bestuurslid. Wat zeg je, Yvette? Je blijft bestuurslid. Dat is een hele belangrijke taak, een bestuurs van de omroepvereniging. Ja. Ik blijf bestuurslid. Heel belangrijk, hoor. Nou, Omroep X. Ik heb net een spotje laten horen van jullie en daarin kon ik meteen zien. Dus als mensen er nog even twijfelen over waar gaat dit nou over, google het spotje op YouTube of waar dan ook. En dan wordt ze kunnen ook naar onze website. Hè? Okay. Onze website is www.omroepx.tv. Ja. En op die website kan je ook lid worden voor €5,72. En we moeten echt 50.000 leden hebben voor het einde van dit jaar. Dus ik hoop echt dat als je luisteraars luisteren, dat ze massaal lid worden. Want we gaan dat echt nodig hebben. En op hoeveel staan jullie nu? We staan nu op een paar duizend. Op? Ja. Maar ik wil er nog wat aan toevoegen. Want we zijn hier ook om de mensen een beetje op te porren om echt lid te worden. Ja, ga je want gaan. Als we willen dat er iets gaat veranderen in dit landschap. Als je, weet je, want anders moet je ophouden met klagen. Als je, het is maar €5,72. En daarmee kan je een belangrijke bijdrage leveren. Ja. Om het beeld, die beeldvorming van zwarte mensen, om dat te veranderen. Dus word alsjeblieft lid en laten we gewoon een vuist maken en iets veranderen aan dat beeld. Ja, nou, je hoort het, luisteraars, voor 1 januari of eind december moeten jullie 50.000 leden bij elkaar hebben. Klopt het? Dat klopt. Ja, en jullie staan nu op 8.000. Dat betekent... We hebben long way to go. We hebben 50.000 te gaan. Ja, dus omroep, omroepx.tv, ga naar de website en druk de button in om lid te worden en word lid voor €5,72. Je moet wel het een en ander invullen. Je moet je naam invullen, je adres. Dat is omdat het commissariaat van de media gewoon wil checken of die mensen echt zijn. Of het wel anders klopt. Zouden we met z'n allen wel, weet je wel, iedereen lid kunnen maken. Maar dat mag niet. Iemand moet echt genuine lid zijn. Dus please, doe even die kleine moeite om het in te vullen. En het is maar €5,72 per jaar. En dan ben je gewoon lid. Ja. Wat een heleboel mensen niet doen, of tenminste een heleboel waar we een beetje moeite mee hebben, is dat mensen hun geboortedatum niet invullen wanneer ze lid worden. En dat is echt nodig, want onze leden moeten boven de 18 jaar zijn. Ja, nou kijk, ik heb hem zelf ook ingevuld en het is met enkele minuten heb je het gedaan, hoor. Volgens mij binnen een minuut. Ja, hoor daar. Dus zo moeilijk is het niet. Dus please, vul het in.
En dan krijg je mooie programma's. Ja, nee, dat... Mooie muziekprogramma's, mooie soaps. Ik bedoel, ja, weet je, wat wil je nog meer? Ja. Hebben jullie nog andere acties in petto om deze 50.000 te bereiken? Ja, kijk, weet je, we hebben een beetje een probleem, omdat normaal gesproken hadden we allerlei soort mooie festivals gehad in de zomer, ja, waar we met name onze doelgroep hadden kunnen benaderen, zoals het Kwaku Festival, of het Reggae Lake Festival, of wat voor festival dan ook. Maar dat hebben we nu niet gehad in verband met corona, dus alles moet op een hele andere manier dan we oorspronkelijk gepland hadden. Uh-huh. Ja, nee, dat is wel een tegenvaller. Ja. Omdat je toch heel veel publiek trekt. Dan luister ik naar Yvette, die betrokken is bij het Kwaku Festival. Dat zou een mooie gelegenheid zijn om... Want er komen ruim meer dan 300.000 mensen naar het Kwaku Festival. Nee, niet zoveel. 166.000. Hoeveel? 800? 166.000. Oh, 166. Maar dat is genoeg mensen. En daar hadden we ook de acties kunnen laten lopen. Maar nu met COVID kan je geen actie voeren. Weet je, het moet allemaal online. Nou ja, dat doen we dan al. Uh-huh. En voor de rest is er vrij weinig wat je kan doen. Je kan niet op straat mensen ronselen, weet je wel. Nee, dat gaat straatacties niet houden. Het gaat gewoon niet. Het is COVID en je moet je koest houden. Dus dat is een bijzondere setback voor ons. Want we hadden echt wel gehoopt dat we op Kitty Kotti Kwaku en op Reggae Lake, de festivals waar wij over gaan, dat we daar toch wel een slag hadden kunnen maken om leden te werven. Ja, even over Omroep X, over de programma's. Zijn jullie programma's nationaal en ook internationaal gericht? Wat bedoel je daarmee? Want we mogen alleen in Nederland uitzenden, hè? Ja, je mag alleen in Nederland uitzenden. Ja, tegenwoordig heb je ook, zoals Peggy het in het begin zei, vanwege de digitalisering heb je ook social media en al dat soort kanalen om ook een tv-programma... Nou, we richten ons met name op het Nederlandse publiek. We zijn een Nederlandse omroepstichting. Ja. We maken programma's met Nederlands belastinggeld. Uh-huh. Dus we richten ons voornamelijk op het Nederlands publiek. Ja, dan wordt het lastig. Nou ja, wat natuurlijk wel een feit is dat je niet alleen maar programma's maakt voor televisie, uh-huh, maar dat je ook internetcontent moet maken. Ja. En je moet ook radio maken. Dus ja, we hebben als we één ding hebben, ja, dan zijn het heel veel radiostations, gekleurde radiostations, die allemaal lokaal en regionaal uitzenden. Nou, we zullen zeker tussen al die regionale en lokale zenders talent aantreffen waarvan die voor ons radio kan gemaakt. Ja, ja, we zijn wel gehouden aan de Nederlandse omroepwet. En dat betekent dat we voor Nederlands publiek, hoe zeg je dat, programma's maken. Dus we kunnen niet opeens een programma in het Chinees gaan maken. Oh nee, dat is ook niet de bedoeling, denk ik. Het wordt met belastinggeld betaald, dus... Ja, dus ik denk, het lijkt me logisch dat we voor het Nederlands publiek programma's maken. Maar ik kan me best wel voorstellen dat je er bijvoorbeeld Suriname of Marokko ook naartoe kunt reizen om daar iets te filmen. Omdat ja, het maar te dat, maken dat, heeft, doen andere omroepen ook. Ik bedoel, dat is natuurlijk geen probleem. Maar die richten zich, als je zo'n programma maakt, richt je je toch ook op een Nederlands publiek. Ja, zeker. Zeker. En ook de witte Nederlander is welkom bij Omroep X. Ja, wij maken onderscheid in mensen. We maken geen onderscheid in mensen, dus het is niet natuurlijk, het is vanzelfsprekend. Mm-hmm. Vandaar de naam Omroep X. Ja, nee, het is gewoon vanzelfsprekend. Ja. Het is een Nederlandse omroep en daar is iedereen welkom. Ja. Nou, het wordt een hele onderneming, moet ik zeggen. Het is een hele onderneming. En daarbij hebben we de steun van het publiek keihard nodig. Ja. Keihard nodig. Dus nogmaals, www.omroepx.tv. Mm-hmm. Druk de knop in van word lid. Stort €5,72. Vul je naam en je adres in. En je bent lid. En je bent binnen een paar tellen bij je lid. Een paar tellen bij je lid. Het is heel weinig moeite om dat te kunnen doen. En zoals Peggy of Yvette het daarnet zei, we lopen allemaal te klagen wat niet goed is. Nou, nu komt er een landelijke zender waar we eventueel onze grieven kwijt kunnen ook. Ja, in het Engels is er een mooi gezegde: put your money where your mouth is. Nou, ik vraag daarom ook aan de luisteraars om serieus hiernaar te kijken. Ga het googlen en kijk wat Omroep X voor deze maatschappij kan betekenen. En voor jou zelf ook. Peggy en Yvette, hebben jullie nog een laatste boodschap voor onze luisteraars? Nee hoor. Nee hoor, El. Ik wil je hartstikke bedanken voor dit gesprek.
Ja, graag en, gedaan. Nou ja, wellicht word je te gast in een van onze programma's bij Omroep X. Ja, heel. Dankjewel. Dat vind ik een hele mooie uitnodiging. Peggy en Yvette, hartstikke bedankt. Dankjewel, El. Dat jullie aanwezig wilden zijn of dat jullie zegje wilden doen over Omroep X. Ik ben een hele grote voorstander ook van Omroep X, omdat ik het wel noodzakelijk vind in deze maatschappij. Dank je. Nou, all right. Ik neem afscheid van jullie en ik wens jullie een hele fijne avond. Blijf COVID-vrij. Oké, Peggy en Yvette. Hoi, doei doei. Dit waren de Jaja Uma, Peggy Burke en Yvette Forster van de onder andere nieuwe landelijke tv-zender in wording, Omroep X. Ze zijn nog op zoek naar leden om het minimum aantal van 50.000 te behalen en zodoende het bestaansrecht veilig te stellen. Dus luisteraars, doe je best en word lid van Omroep X. Dit was het dan weer voor vanavond in het programma The Sound of Music. En ik hoop dat jullie wederom hebben kunnen genieten van deze uitzending. The Sound of Music is er op iedere maandagavond van 7 tot 9 bij Stamvaste Radio. Zorg goed voor jezelf en blijf vooral COVID-19 vrij. Tamboem. The Sound of Music, hosted by Al Gouda. Stamvaste Radio.